wij weten niet, maar wat wij wel denken is dat de vrouw is die zich liggen staande hield. Zullen we begrijpen wat toen eigenlijk ja, 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 ja. Maar wij weten het eigenlijk niet en dat maakt het zo mysterieus en interessant. En die hebben wel zelf volgens jou. Gerritje. Tje. Er zijn dus drie lijfbegeven. Ik zal het niet even uitdelen. Ik heb niet genoeg voor iedereen, dus jullie mogen een beetje met elkaar meekijken. Maar jij nou weer vast, of niet? Ah nee, je houdt me ook nog mooi. Oké, nee, ja, okay. Eentje. Nou, Piet kan zich Piet. Zo. Kijk uit, Piet, als je stokt alles op, hè. Dit gaat naar de bos te zoeten, lieve Gerritje. Maar jullie heet het nou niet allemaal Gerritje. Dus zoeken we voor jullie een koopstaafje als groep. Oké. Met drie lettergeven. Stoutje. Kappertjes. Kappertjes. Nee, we zijn, maar we zijn allemaal drie, dus dat is goed. Ja, ja, maar dat is dus kappertjes. Ja. Kappertje. Jullie water van de navel. Nee. Dat gaat naar de bos toe, zoete lieve kappertjes. Dat gaat naar de bos toe, zoete lieve schat. Wat zullen wij daar drinken, zoete lieve kappertjes? Wat zullen wij daar drinken, zoete lieve schat? Bossenbollen met het ijs, zoete lieve kappertje. Bossenbollen met het ijs, zoete lieve schat. Wie zal dat betalen, zoete lieve kappertje? Wie zal dat betalen, zoete lieve schat? Je liefste schat en beste, zoete lieve kappertje. Je liefste schat en beste, zoete lieve kappertje. Dit is het geboortehuis van mijn moeder, hoogstwaarschijnlijk. Elisa Maria van der Heijden van der Broek, geboren op 30 maart 1919. Dit is het Noord-Brabants Museum in de Schijvelstraat. Tante Pietje. Wacht even,
En dit is de Sint-Jans-kathedraal. Deze mensen komen allemaal kijken naar de kerststal. O'clock in the afternoon. Zand en betere waren. Maar niet alleen bij de guiten. Hier, Ronimus Bos. El Bosco. Thank you.
Dit zit hier op de grote voor is de big chocolate ball with cream. It's very heavy.